Een hele goedemiddag, lieve stripvrienden, comicfans en andere fanaten. Hier weer een stripvlog van jullie stripverzamelaar op deze zondag 24 juli. Want ik had gewoon even zin om uh, dit boek erbij te pakken. Dit boek heet namelijk uh, Daan Jippes, een avonturier in strip en animatie. Samengesteld door Jan-Willem de Vries en een uitgave van het Nederlands Stripmuseum, wat tegenwoordig uh, Storyworld uh, heet. Dit boekje komt al uit 2017. En uh, waarom ik dan dit boekje erbij pak is omdat ik zelf toch wel heel erg onder de indruk ben van Daan Jippes zijn werk. Ik vind hem ook een van de grootmeesters van de Nederlandse strip naast Martin Lodewijk. En ik vind ook dat hij uh, ja, toch te vaak onderbelicht blijft. Want deze man heeft zoveel voor de strip betekend en ook vooral bijvoorbeeld uh, voor Disney en Donald Duck ook, uh, heeft hij heel veel werk verricht. Uh, de mensen kunnen hem vooral kennen van de strip Bernard Voorzichtig, de strip 2 voor T, die bij menig stripmaker op hun bureau ligt als uh, inspiratiebron. Maar men kent hem ook uh, waarschijnlijk van de strip Havank. En dat zijn eigenlijk de titels waar uh, hij in Nederland vooral mee bekend staat. Maar als anoniem tekenaar is hij dus veelal werkzaam geweest voor Disney en Donald Duck. En uh, ja, als je zijn stijl bekijkt, dat is echt heel erg mooi en prachtig. En daarom wil ik dit boek ook eventjes uh, met jullie doorlopen. Want ja, hij is ook inspiratiebron geweest voor uh, nieuwe tekenaars zoals Germe Valkema en Henrike Gorhuis. Dit boek is uh, overigens verfraaid met een uh, prachtige DD van, uh, van een Mickey Mouse. En uh, die heeft hij in potlood uh, voor mij opgetekend. En hier zie je dan in het binnenwerk nog even de personages uit de strip Bernard Verzichtig. Ik loop even kort door dit boek heen, want ik vind hem echt heel mooi samengesteld. Je krijgt ook echt een beetje een indruk van wat de man allemaal gemaakt heeft in zijn leven. Want uh, hier zie je al een beetje in de introductie en het voorwoord dat hij ook veel getekend heeft voor Pep. Dat was natuurlijk een stripweekblad die uh, voor de EPO verscheen en daarvoor heeft hij heel veel covers gemaakt. Deze werden dan altijd door hem getekend uh, voor grote reeksen, zoals bijvoorbeeld Asterix, wat ik zo nog even laat zien. Hij is ook art director dus geweest bij de Donald Duck. En hij heeft de hele tijd in Amerika vertoefd en gewerkt aan grote animatiefilms, waaronder dus Mulan en Simba's Pride, maar ook Storyboard voor Aladdin. En dat is toch wel heel erg uh, stoer en gaaf. Dus uh, ja, daarom wil ik eventjes uh, door dit boek heen bladeren met jullie, zodat jullie daar ook eventjes van uh, kunnen genieten. Ja, om te beginnen. Nou ja, ik zei al, die uh, covers voor de pep. Hier zie je dus een aantal. Hij heeft uh, hier ook uh, prachtig Asterix uh, neergezet. En ook uh, Is No Good. Dat is ook zo'n reeks die Uder zo gemaakt heeft. Want uh, ja, het schijnt dat Uder zo toch wel onder de indruk was toen. Uh, hij een uh, proefpagina voor Astrix ook inleverde om de strip eventueel voor te zetten. Dat het lijkt alsof hij daardoor uh, daarna toch maar zelf is doorgegaan. Want uh, ja, zoals Daan Jippes ook wel eens wordt omschreven, is een alleskunner. Hij kan echt alle stijlen nadoen en namaken. En ik vind hem ook heel erg mooi. Bijvoorbeeld uh, een Robbedoes die hij in de tijd gemaakt heeft uh, van Franguin in zijn stijl. En dat zag er zo mooi uit. En helaas door tijd en geldgebrek is dat er nooit van gekomen. Maar Daan Jippes kan dat echt, en uh, hier zie je bijvoorbeeld ook een stripje die hij van Guus Vlater heeft gemaakt voor Frankenia, en je ziet bijna het verschil niet. Vandaar dat ik ook wel eens denk van ja, god, het zou zo mooi zijn geweest als hij daar ook een strip van zou hebben gemaakt. Maar uh, ja, het is er nooit van gekomen, zoals ik al zei. Hij heeft wel hele mooie dingen gemaakt, zoals hier ook bijvoorbeeld zag je net de Flintstones, maar ook uh, Tom en Jerry. En hier dus een proefpagina uh, uh, van die Asterix waar ik het net over had. Nou ja, als je daarop inzoomt. Ja, zie jij het verschil tussen Uderzo en Daan Jippus? Nou, ik niet. Echt prachtig gemaakt. En ook hier nog eventjes een uh, hele leuke spotprint. Uh, van Daan Jippus. Heel erg uh, mooi boek om te lezen. Uh, je leert echt wel een beetje hoe zijn... Uh, Begin carrière eruit zag en hoe uh, hij verder ging bij, uh, bij zijn carrière. En, uh, er staan gewoon ontzettend veel leuke platen en tekeningen in van Daan Jippes Van zijn beginperiode, maar ook bijvoorbeeld hier wat uh, portretseries die hij gemaakt heeft voor uh, de revue. En hier nog wat uh, pagina's die voorbij komen. Maar uh, ja, de meeste mensen kennen hem dus echt alleen maar van, uh, uh, als Disney-tekenaar of Donald Duck-tekenaar. Maar hij heeft echt veel meer gemaakt. En uh, ja, vandaar dat ik ook even dit uh, boekje opensloeg om daarin uh, jullie mee te nemen. Veel al zijn natuurlijk in de jaren 70, nog voor mijn uh, geboorte. Uh, want ik ben uit 79. En hier zie je nog wat uh, voorstudies van de Strip Bernards. Voorzichtig. Die ik ook uh, boven heb liggen, en uh, hier zie je ook uh, wat uh, covers van de Engelstalige versie. En uh, ja, van uh, de strip Havank zijn er ook een aantal delen verschenen. Uh, daar uh, hebben de meeste mensen, denk ik, ook al wel wat albums van in hun boekenkast, maar. Uh, ja, ik ga even naar het gedeelte wat hij voor Disney gemaakt heeft, want uh, ja, daar maakte hij heel veel storyboards, maar ook stripjes voor in de weekbladen. En, um, ja, ik ben in de trotse bezitten natuurlijk van een originele pagina van een Finse uh, Donald Duck, die hij destijds gemaakt heeft. Uh, en die heeft ook een heel mooi plekje in mijn huis. Maar hier zie je bijvoorbeeld ook werken aan uh, series als De Gummyberen. En hier heel veel mooie covers van uh, Mickey Mouse Magazine. En ook Walt Disney Comics hij heeft uh, in mijn optiek uh, de beste stijl na Carl Barks en Don Rosa. Ik uh, heb in Amerika, toen ik daar was in New York, heb ik ook een uh, artboek van hem gekocht. Die gaat over de verhalen die hij voor Donald Duck uh, uh, heeft gemaakt. Die zijn dan gebundeld. En hier zie je ook wat uh, foto's waar hij uh, werkte op de tekenfilmafdeling. En daar dus werkte aan die uh, storyboards. En uh, daar zien jullie ook hier wat uh, voorbij rollen. Want dit zijn bijvoorbeeld platen die hij maakte voor uh, Beauty and the Beast. Op basis daarvan werden dus ook uh, ja, alle films uh, opgesteld. Franguin, die hij goed kende, uh, kwam ook een keer bij uh, hem langs in Amerika. En uh, daar heeft hij toen een uh, hele fraaie. Ja, Marsupilami Cave gemaakt, die gebaseerd is op uh, de film Aladdin. Die komt straks ook nog in dit uh, boekje voorbij. Hij heeft ook hier aan The Prince and the Pauper gewerkt. Uh, ook een uh, Mickey Mouse uh, animatiefilm. Daar heeft hij ook de storyboards voor gemaakt. En dus hier uh, voor Aladdin. En hier zie je dus ook uh, zijn versie van Jafar. Daar heeft hij dus ook echt een, uh, een stempel op gedrukt. Ja, en dat weten mensen veel niet. En dat, daarom vind ik het zo leuk om dit dan te laten zien. Nou ja, hier had ik het dus over de, zijn ontmoeting met uh, André Franquin. En uh, op basis van die storyboards heeft hij dus uh, deze hele fraaie tekening gemaakt. Met dus die knipoog naar uh, de marcipulami. Ja, hij heeft dus een korte overstap ook nog gemaakt naar Warner Brothers, waar hij ook aan een aantal films heeft meegewerkt. En uiteindelijk kwam hij toch weer bij Disney terug, waar hij dus werkte aan onder andere Simba Sprite ook weer een film van The Lion King. Ja, en uh, als je dan dat boek doorbladert, dan zie je pas weer wat voor uh, prachtig werk hij allemaal heeft verricht. En uh, ja, uiteindelijk in 1999 uh, kwam hij dus weer terug bij de Jan Jans in de Kinderenstudio. Waar hij dus onder andere gewerkt heeft met uh, ja, Gerben Volkema. En uh, daardoor kwam Gerben ook in contact weer met Erik Hercules. En zodoende zijn ze ook uh, de Elsje-strippen begonnen. Ja, en hier heb je dus ook allemaal mooie platen nog, wat hij allemaal heeft getekend. En uh, hier dus Havank, de hoofdpersoon. Daan Jippens uh, signeerde ook vaak onder zijn naam Daniel. Daar kunnen jullie hem ook uh, nog van kennen. En hier zie je dus allemaal uh, ja, prachtig werk van hem voorbij uh, komen. Er is dus ook uh, ooit een expositie geweest in het museum in Groningen over het werk van Daan Jippens. Ik zag dat Ger Apeldoorn daar op YouTube nog een, uh, een vrij filmpje van heeft staan, dus uh, kijk daar ook even naar. En uh, ja, ik vond het gewoon mooi om even dit boekje open te bladeren, zodat jullie kunnen zien wat hij nou allemaal niet betekend heeft voor uh, de strip en de animatie. En hier verderop, dat vond ik dan nog wel leuk om daarmee af te sluiten, zijn een aantal platen waarin hij eh, zijn eh, Robedoes- en Franguin-stijl combineert met zijn Duk-stijl. En een van die platen die jullie hier zien, die heb ik in het echt. En eh, dat is deze: dat is deze Marsupilami. Samen met Mickey en Gofie in eh, Palombië. Gesigneerd door hem. Deze platen werden vervaardigd in een twintigtal stuks. Dus uh, ik ben heel trots dat ik deze heb in een lijst. En uh, die wilde ik dus ook even laten zien. Deze is ook nog wel leuk. Dit is een uh, cover geweest van de Strip Glossy. Hier zie je onder andere een verstripping van uh, Angela Schijf, onder andere. En uh, Donald Duck met haar vank. Een van zijn uh, creaties dus. En dat is ook wel heel erg leuk uh, dat hij dat allemaal gedaan heeft. Ik ben heel trots dat deze man zoveel voor ons als Nederlander heeft betekend. En wat hij allemaal heeft vervaardigd. Hij is al inmiddels wat op leeftijd. Komt wat minder op beurzen. Maar ik heb hem een aantal keren mogen ontmoeten. En daar ben ik heel erg trots op. En ik wil zeker dit boek aan jullie aanbevelen. Hier staan ook wel wat mooie zelfportretten die hij van zichzelf heeft gemaakt door de jaren heen. En uh, ja, zoek hem op op Google. Dit is echt een heel leuk boekje om te hebben. En uh, ja, bij deze dus weer een stripvlog over Daan Gippes. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Like deze post als jullie dat leuk vonden. Abonneer je uiteraard ook op mijn kanaal. En ik zou zeggen, op naar een volgende vlog, maar weer.